Nou, vandaag een bijzonder bezoek aan de boerderij van de familie Hoogland aan de Oude Bildijk. Iets wat, ja, waar het eigenlijk allemaal wel om gaat in het hele verhaal van de pathetenskoophout. Want in het beeld gaat het om aardappels. Ja, en vooral de boonaardappelen, want dat is toch echt het hoofdgewas van het beeld. Want je mag het ook maar eens in de 3 jaar telen. En daar moet je toch over het algemeen daar moet je de financiën van hebben. Boeren die zelf ook kweken. Ja, en jij bent er één van, hè? En ik ben daar één van, ja. En dan hoop je dus een heel goed ras te kweken dat beter is dan wat er is. En vooral met de resistentie van ziektes is het heel erg belangrijk. Ja. Er zijn mensen die kruisen zelf en dat doe ik dus niet. En ik haal dus ik kies dus de kruisingen bij de HCMC in dit geval. Het zijn mensen die kruisen zelf en dus die bepalen de ouders en die op die manier doen ze dat. Ja. Kies je dus ook de ouders bij die de eigenschappen hebben die jij wil. En als de ene geel is en de andere bijvoorbeeld helemaal niet blauw wordt, dan moet, bijvoorbeeld, en die moet je dan bij elkaar zoeken en dat is de kunst. Ja. Na de kruising hoop je dus dat er inderdaad een heleboel zaad is en dat stop je dan aanvankelijk eerst in een potje met grond en dat laat je groeien, goed water geven. Er komen kleine aardappeltjes aan en die stop je het jaar daarop in de grond. En daar heb je dus allemaal nieuwe aardappelplantjes die allemaal verschillend zijn en daar ga je in selecteren. Tot je een ras hebt, hoop je dan. Ja. En dan maar na het 4e jaar dan komt het dan ook op de proefvelden, eerst in Nederland en later eventueel in het buitenland waar het ook voor geschikt is. En op die manier komen de goede bovendrijven. Ja, ik sta nu in de eerste jaar zoals dat heet, die ja. Allemaal apart, allemaal verschillend zijn. En, daarnaast staan de volgende generatie en daarnaast de generatie daar weer na. Oké, en heb jij hier al ergens een veld waar je ook productie op maakt? Productie opmaakt? Waar de echte aardappels staan? Waar, oh ja, daar staat het. Dus, Mona Lisa staat achter u en aan de andere kant staat nog meer Mona Lisa. Want ik sta er tussen de Mona Lisa's in. Mijn moeder geeft me alleen maar wormen. Ja, alleen maar wormen. Je moet aardappels eten. Precies, dat wil ik ook. Maar ze zegt dat ik van wormen ga vliegen. Oh. En ik wil wel vliegen, maar ik wil geen worm meer. Oh. Ik wil echt lekker eten, niet te zoet. Ja, jij eet toch ook geen worm? Nee, maar ik wil ook niet vliegen. Nee? Nee.